Ruim 500 verenigingen hebben inmiddels het verenigingstraject Sportief Coachen gevolgd. Tijdens Sportief Coachen bespreken de trainers en coaches hun ervaringen met het begeleiden van sporters. Wat gaat er goed en wat kan beter? Hoe maken we afspraken en hoe ga je om met winst en verlies? De tevredenheid over dit traject is groot. De neuzen worden gericht, er komt energie vrij en alle trainers en begeleiders krijgen handreikingen om een sociaal, veilig, plezierig en leerzaam sportklimaat te creëren. Met steun van de club natuurlijk. Deze workshop vind ik erg interessant om als coach bij te wonen, omdat het geeft mij een beeld van waar moet ik nou op letten als coach. Wat zijn nou tips, adviezen die ik kan gebruiken om richting de speelsters beter te gaan coachen. Ja, je staat toch voor een club meiden en dan wil je graag op een positieve manier wil je ze benaderen en in de wedstrijd ook motiveren. En dat is niet altijd even makkelijk. De eerste stap is daarmee gezet. Maar dan, hoe zorg je als club dat ook nieuwe trainers op deze manier aan de slag gaan? Veel verenigingen zetten daarom ook de volgende stap. Zij kiezen ervoor om na sportief coachen met het traject coach to coach verder te gaan. Nou, de aanleiding is om onze kader tools mee te geven om zich beter te kunnen voorbereiden op sportief coachen en met name positief coachen. Wat voor ons gewerkt heeft is met name dat we als technische staf, als kader in zijn algemeenheid, ervoor gezorgd hebben dat we allemaal op één lijn zitten in het benaderen van kinderen en hoe we ze kunnen ontwikkelen. Dat is de grootste winst. Maar voor ons is het belangrijk dat we kinderen bewust maken van winst en verlies en dat dat bij het spel hoort. Het is heel belangrijk dat kinderen weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Mijn rol is vooral het ontwikkelen, verbeteren van de pedagogische kant van de trainers. Beter maken van de trainers. Belangrijk is dat zij, zich prettig voelen in de ondersteuning die ik ze geef. Nadruk ligt inderdaad op de ontwikkeling van een trainer. Hoe ga ik met de kinderen om? Tijdens mijn opleiding heb ik handvat gekregen om het technische, wat ik geleerd heb, om te zetten naar het pedagogische. Het leukste in mijn rol is dat het direct resultaten heeft in het spelplezier van de kinderen. Het zijn mijn stapjes, maar ik geloof erin dat we bijdragen aan een veilige sportklimaat. Met Coach to Coach worden 3 of 4 mensen van de club zelf opgeleid om trainers en coaches feedback te geven en te begeleiden. Op de club, in de praktijk. Zij leren te observeren, positieve feedback te geven en ze geven concrete tips en suggesties. Ja, het allerbelangrijkste voor ons is dat er maatwerk werd geleverd voor de vereniging. Want elke vereniging is natuurlijk anders. En als je gaat kijken naar coach to coach, zal je dus moeten aansluiten op wat jouw trainers en wat jouw coaches belangrijk vinden. Als vereniging staan we voor plezier, prestatie, sportiviteit, veiligheid. En daar konden we op aansluiten met de trajectbegeleider. We geloven als bestuur dat dit onderdeel moet zijn, tenminste het thema onderdeel moet zijn van de cultuur van de vereniging. We willen graag continuïteit hierin. Hier gaan we de komende jaren mee aan de slag, omdat het gewoon past bij de vereniging en bij ons hoort. Zo werkt de club structureel aan een plezierig sportklimaat voor iedereen. En wordt het daarmee onderdeel van het DNA van de club.